Hey, superleuk dat je weer kijkt naar deze video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Sabrina, misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal Sabrina Putri of van mijn Instagram. In deze video ga ik een aantal zomerse items met jullie delen die echt niet tijdens de warme dagen kunnen ontbreken. Dus mocht je benieuwd zijn, kijk dan vooral verder, maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat het maar snel gaan beginnen. Ik ben zelf echt een groot fan van Action. Het assortiment is heel erg wisselend. Dus het kan zo zijn dat producten heel snel uitverkocht zijn. Maar vaak hebben ze wel soortgelijke producten die erop lijken. Dus mocht jij in deze video een aantal items voorbij zien komen waarvan je denkt, hey, dat wil ik ook kopen. Dan raad ik je aan om eigenlijk zo snel mogelijk naar de winkel te gaan. Want wie weet is het er niet meer. En anders heb je misschien wel iets wat erop lijkt. Laten we beginnen met deze strandtas. Als je naar het strand gaat of ergens anders naartoe gaat, is het echt handig om een ruime tas mee te nemen. Normaal gesproken neem ik een klein canvas tasje mee waar eigenlijk net aan alles in past. Maar dit is echt een topformaat. Zoals je kunt zien zitten al wat spulletjes in, maar die ga ik straks laten zien. Jullie zijn waarschijnlijk benieuwd hoeveel deze strandtas kost. Hij is €4,79. In de tas heb ik ook vliegenmappers. Misschien neem je dit niet direct mee als je naar het strand gaat, maar het is wel handig. Want nu rond deze tijd van het jaar zijn er heel veel muggen en vliegen. En deze mappers komen in een set van 3. En de set kostte maar 42 cent. Nou, voor een hele lage prijs kun je er heel veel vliegen mee mappen. Dan heb ik iets wat zo handig is. Namelijk een ventilator en een watersproeier in één. Als je op zoek bent naar verkoeling is dit echt top. Er moeten 2 AA batterijen in en die heb ik er al ingedaan. En de onderkant kun je met water vullen en dan zet je hem vervolgens aan. En dan spray je een beetje water voor extra verkoeling. Oh, heerlijk. En deze waterspray kostte €2,99. Ik vind het zo onhandig als je met glazen op het strand zit. Dus dit is ideaal. Dit zijn kunststof glazen die je kunt hergebruiken. Het komt in een set van 4. Maar je kan natuurlijk ook maar 1 glas gebruiken als je er maar eentje nodig hebt. Maar dit is ook handig voor een feestje of sowieso voor thuis, al ga je op het balkon of in de tuin chillen, is het ook top. Want ja, dan hoef je geen zorgen te maken dat het kapot gaat. En deze wijnglazen kosten maar €1,39. En wat ook echt niet kan ontbreken is zonnebrand. En deze zonnebrand is door de Consumentenbond uitgeroepen als beste koop van mei 2021. Dus dat belooft heel erg veel. Want het is echt heel erg belangrijk dat je je huid beschermt helemaal. Als de zon natuurlijk zo scherp is. Eigenlijk is het beter als je elke dag jezelf insmeert met zonnebrand. Omdat de zon eigenlijk bijna altijd vol schijnt. En zelfs als het niet heel erg warm is, is het juist ook goed om je huid te beschermen. En deze zonnebrand kostte €3,79. Dan heb ik hier een aantal ice packs. En dit is ideaal als je een koeltas mee hebt. Dan blijven je drankjes lekker koud. En deze zijn heel erg goedkoop. Het was maar 56 cent. Nou, wie weet dat ik er nog meer ga halen. Tijdens deze periode komen de muggen weer. En ik heb een hekel aan muggen. Ik word altijd lek geprikt. Vandaar dat ik deze Care Soft Spray heb. Zo kan ik mijn omgeving beschermen. En hoop ik hiermee niet zo vaak geprikt te worden. Dit is een afweermiddel tegen muggen. Helemaal top. Ik kan niet wachten om dit te gaan gebruiken. En deze kostte €3,99. Dan heb ik ook een zonnebril. Ik vond deze zo ontzettend leuk. Ja, dit is echt een must. Als ik geen zonnebril op heb, dan ben ik alleen maar met mijn ogen aan het knijpen. En dat ziet er niet uit. Dus ik heb deze bril voor maar 99 cent gehaald. Ik vind het heerlijk om gekoelde drankjes te drinken. Alleen ik vind het niet zo fijn wanneer mijn ijsklontjes heel snel smelten. Vandaar deze herbruikbare ijsblokjes. Deze doe je dan, deze stop je in de vriezer. En als ze goed genoeg gekoeld zijn, stop je ze in je drankje. En dan smelt het niet. Echt ideaal. En deze waren 69 cent. En mocht ik wel zin hebben in ijsklontjes, dan kan ik ervoor kiezen om dit te gebruiken. En ik vond dit een partijtje leuk.
Dit zijn een soort van ijsstokjes in de vorm van fruit. Echt zo leuk. Dus dit kan je gebruiken als je bij wijze van spreken een cocktail maakt. Dan ziet het er toch wel leuk uit. Het gaat dan meer om de presentatie dan dat iets praktisch is. Maar ik vond dit zo leuk eruit zien. Niet per se een must, maar wel heel erg leuk. En de ijzerblokvorm kostte 62 cent. Dan heb ik een drinkbeker. En ik ben zo'n groot fan van dit ding. Want hij houdt je drinken namelijk koel. En daarnaast heb ik een lichte voorkeur aan waterflessen die een rietje bevatten. Want ik vind dat op de een of andere manier zoveel lekkerder drinken. Dus ik ben heel erg blij met deze waterfles. En hij ziet er ook nog eens leuk uit. Dit is een van mijn lievelingskleuren. Het matcht met het shirt dat ik nu aan heb. Helemaal top. En ja, wat heb ik hierover te zeggen? Dat ik er blij mee ben en dat het handig is. Oh ja, de prijs. Dat is misschien wel handig om te vermelden. Deze drinkbeker kostte 2,99. Dan heb ik ook nog een kussen. En deze kun je gebruiken als je een dagje weggaat en even iets comfortabeler wilt zitten of liggen. Of je kunt hem lekker voor in de tuin of op het balkon gebruiken. Hij ziet er nog eens leuk uit. Ja, ik heb echt een hekel aan als ik een harde kont krijg of niet lekker zit. En kussens helpen me daarbij. Ook al lig je lekker op het strand en je wilt toch je hoofd ondersteunen, kan je dit ook onder je hoofd leggen. Het is multifunctioneel. En dit kussen kostte 2,49. Ik heb echt een groot hekel wanneer mijn handdoek niet meer juist ligt en dat er overal zand op ligt. Nee, ik vind dat zo niet fijn. En ik was helemaal vergeten dat dit bestond. Dit zijn handdoekklemmen die je in de grond stopt of in het zand. En dan klem je je handdoek eraan en dan blijft die gewoon lekker liggen. Hoe ideaal! Ik ben heel erg blij dat dit op mijn netvlies is gevallen en dat ik dit heb gekocht, want dit is toch een partijtje een uitvinding. En deze klemmen zijn maar 94 cent. En over handdoeken en strandlakens gesproken. Ik heb 2 lakens gekocht voor op het strand. Ik kon geen keuze maken welke ik wilde. Dus ik heb ze allebei maar gekocht. We hebben hier eentje met een palmboom. Hij is een beetje groot. Dus ik kan hem niet helemaal in beeld krijgen. Maar hij is zo ontzettend leuk en ik heb nu al zin om hierop te gaan liggen. En deze was 9,95 en de ander is redelijk basic. Hij heeft aan de zijkant van die franjes en wat strepen. En voor de rest is hij eigenlijk heel simpel, maar daar hou ik wel van. En deze was 7,95. Dus ik ben helemaal ready om naar het strand te gaan. Maar we hebben nog 1 item. Ik heb namelijk deze aircooler gehaald. Dit is een mini airconditioning en hij is zo ontzettend praktisch. Je kan hem meenemen als je op een camping staat, als je naar het strand gaat. Ik weet niet of dat heel erg ideaal is. Je kan hem, maar je zou hem mee kunnen nemen. Je kunt hem binnen gebruiken. En het leuke is dat hij ook van kleur kan veranderen. En ik zal hem er even bij pakken, want ik heb hem even uit de doos gehaald. Want ik heb hem al helemaal in gebruik genomen. Dit is hem dan. En hij ziet er voor de prijs nog best van luxe eruit. Ik zal even kijken hoeveel hij was. Hij was 8,95. Ik vind dat echt meevallen voor zo'n ding. En hij blaast dus koude lucht als je er water in stopt. Ik ben groot fan. En dan ben ik ook wel benieuwd, wat zijn nou echt items die volgens jou niet kunnen ontbreken als je een dagje naar het strand gaat? Laat dat hieronder in de reacties achter. En wie weet kunnen we elkaar nog inspireren met wat nieuwe ideeën. Dat waren dan al mijn must-haves voor deze warme dagen. En voor een heerlijke stranddag. Vond je deze video nou leuk? Doe dan vooral dat duimpje omhoog. En abonneer ook op het YouTube kanaal van Action als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je meer van mij willen zien, dan kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram. Daar heet ik Sabrina Poetri met een X. Of je kunt me natuurlijk ook volgen op YouTube. Daar heet ik gewoon Sabrina Poetri. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En wie weet tot de volgende keer. Doei!